John Jones ineens een raar kapsel? Om, John Jones werd laatst, en dat is altijd zorgwekkend. En namelijk eventjes weer dat naar fysieke change. Oh shit. Rappers who buffed up. Ja. Rappers. Nelly. Nelly. Eminem. Dre. Je kunt het hele... Busta Rhymes. Ga maar het hele rijtje af. Alle rappers who buffed up, fucked up. Ja, ja. Ja. Is gewoon... Daar zou je niet mee bezig moeten zijn. Lijn. Ja, ja, dat is weer die focus, ja. Ja, dat is niet waar je mee bezig moet zijn. Dat is niet jouw shit. Swan is cool, ga sporten. Ik sport ook, je weet toch. Mm-hmm. En natuurlijk, Swan, het is ook blij. Je weet, wij komen elkaar ook wel eens tegen in de sportschool. Ja. Ben je blij als... bicepje, oké. Like this. Ja, looking good. Maar Swan, dat is cool. Dat is allemaal fijn en dandy. Maar ga niet... Maak dat niet je ding. Nee, precies. Je weet toch, en Busta Rhymes was ineens die soort shirtloze monster met soort van, je weet toch, mono-nek of die mono-hoofd. Die soort van hoofd dat direct overging in zijn schouders en zo. Ja, zo van steroids ingegaan. Dat was niet de Busta Rhymes die we... Nee. Waar we van hielden. Skinny de focus Busta. Leek anders. Ja, en daarom is John Jones de hele soort... en dit is wat ik ook geloof dat mensen zeggen wanneer ze zeggen, ik geef geen fok. Want de hele, ik geef geen fok... Hip-hop is een van de meest populaire uitspraken in hip-hop aller tijden is I don't give a fuck. Ja, en in het Nederlands, ik geef geen fok of ik geef één fok of ik geef twee foks. Maar in ieder geval, daarmee willen aangeven, het kan me allemaal niks schelen. Die mensen die het zeggen, kan het natuurlijk specifiek juist heel erg veel schelen. Ja, precies, anders dan heb je nooit de drang om te vertellen. Anders waren ze ongevoelig daarvoor. Exactly, ja. Dan zou je niet eens de drang hebben dan om te zeggen dat je geen fok hebt. Het is ook wel vaak, de adding is wel vaak van I don't give a fuck what you say. Zo van, ik doe iets en daar heb jij een mening over, maar daar geef ik geen fok om. Wat mij ook altijd wel weer aansprak. Want ja, ik ben tuurlijk. Wel voor, weet je wel, fighting the maar system, het, maar hier heb je wel gelijk in. Als het oprecht is toch, als je weet dat het matcht met de persoonlijkheid die hij of zij heeft, en dat wat ze ermee bedoelen lijkt te betekenen dat zij geloven in dat wat zij zijn, en de eventuele verandering die erbij gepaard gaat ook, dat is ook deel van wat zij zijn. Mm-hmm. Ik kan ook de verandering zijn, maar het zal nooit iets zijn wat ze niet willen zijn. Ja, begrijp je wat ik bedoel? En dat is denk ik de... Ik geef geen fok. En dat is wat John Jones altijd laat zien eigenlijk. En hij trekt het zo ver door. Verder dan misschien Messi bijvoorbeeld. Ja. Maar Messi laat het ook altijd zien. Want hij vlamt op de momenten dat het erom gaat, toch? Bijna wel, ja. Dit seizoen dan... op een gegeven moment stond hij natuurlijk voor Buffon met de bal. Schiet hij hem naast. En dan zeg je inderdaad, dat doet hij nooit op dat moment. Ja. Maar je hebt wel gelijk. Ja. Nou, Ronaldo is natuurlijk... Cristiano Ronaldo is ook best voorbeeld. Toch? Altijd als moet. Als er één gozer een big match player is, dan is het Cristiano Ronaldo wel, volgens mij. En is het niet zo dat we, zeg maar... Volgens mij Bergkamp ook. Volgens mij Cruijff ook. Laat ik zeggen, de grote champions en de legends die we, zeg maar, die wij allemaal als legends kennen, die presteerden wanneer het erom ging. Ja, precies, en dat is die, ik geef geen fok. Ja. En dat is niet, they do care, maar het komt over alsof het ze niks kan schelen dat als het niet lukt, dat het dan echt de grootste wereldramp op aarde is. Ja. Behalve Cristiano Ronaldo, die wordt helemaal gek als er iets niet lukt. Dat is nee, maar dat maakt niet uit. Dat is achteraf. Ja. Het gaat erom als je daar staat. Als je op het moment dat je het aan het doen bent, zeg maar, als het je dan lukt, of als je het dan in ieder geval als je dan... Ja, het lukt. Je bent het aan het doen omdat je het moet doen.